In 1933 richtte Hermann Göring scholen op voor luchtmacht, waaronder het Waldlager, waar technici en ingenieurs vliegtuigen onderhielden. Tijdens WO2 groeide het uit tot een essentiële trainingsfaciliteit voor luchtmachtpersoneel en onderzoek. Na de Sovjetbezetting in 1945 werden de gebouwen gebruikt als trainingscentrum voor officieren. Helaas wachtte de vliegertechnische schule na het vertrek van de Sovjets nog steeds op een nieuwe bestemming. De eens zo trotse gebouwen verkeren nu in verval, hoewel ze onder monumentenzorg staan, een herinnering aan een roemrijk verleden, ooit gevuld met ambitie en toewijding. Yo beste kijkers en welkom bij alweer een nieuwe avontuur van Lost Buildings. We staan hier vandaag bij een super groot militair complex en we gaan het voor jullie exploren. Je kijkt naar Lost Buildings. Op het terrein en we zien uit op een super, super groot complex. We zijn erg benieuwd wat we hier aantreffen, want dit is echt huge, echt heel groot. Eerste indruk, zie je het? Super gaaf. Ja, dit is echt super gaaf. Wauw mensen, we zijn aangekomen. Moet je dit eens zien? Oh, dit is echt zo groot. Ik denk dat we hier wel naar binnen kunnen. Gaan kunnen vinden, nee. Zie je? Ook niet. Volledig begroeid. Ja. De natuur neemt het helemaal over. Dit is echt een super gaaf. Dit is het. Wauw, dat is het. Wat we zoeken. Wat een complex hier, joh. Wauw, dit ook, jongen. Enig. Niet te zuinig. Kijken waar je dan uitkomt. Hier is ook nog een ruimte met van alles en nog wat. Kijk, dit was de lift dan, denk ik.
Ja, zie je wel. Kijk, hier zijn allemaal oude kranten tegen de muur aangeplakt. Echt van de DDR-tijd nog. Ja, moet je kijken. Russisch. Als ik het kon, dan zou ik me graag willen weten wat er staat, maar ik kan thuis wel even vertalen. Hier kunnen we niet echt... Nee, hier komen we niet veel verder in. Het lijkt een soort hoofdgebouw. Het is gebouwd in een prachtige halve cirkelvorm. Het is echt gigantisch groot, dit. Ook een heel mooi gebouw. De mogelijke ingang zie ik al. Oh, wat is jouw indruk hiervan? Ja, het is ontzettend groot. Ja. Alleen weinig... Er is echt weinig open, zoals je ziet. Ik zie alles is medisch afgesloten. Hier staan nog de oude muren in geval. Ook compleet ingestort. Ziet, dit is ooit een ingang geweest. Wauw. Ze hebben echt gewoon alles goed dicht gelast. Maar het moest wel echt hele mooie gebouwen zijn geweest hoor.
Wauw, moet je dit kijken. Een super lange gang. Helemaal, het water is helemaal af. Ja, qua gebouwen of qua... Het is een uitzicht. Ja, het is vooral wel weinig. Ja. Dit was vroeger hoe ze naar de wc gingen hier. Ja. Gewoon bakken moest je gewoon op zitten.
heel groot glaswerk. Iets voor brandslang. Ja, daar kon je een slang op oprollen. Kijk al gewoon hoe mooi dit is. Gewoon, het is helemaal afbladerd. Paul, kan je even heel kort uitleggen wat er zo net gebeurd is? Nou, we kwamen daar naar binnen. Ja? Bij die deur? Bij die deur, maar we konden nergens uitgaan. Nee. Dus zijn we via dit raam naar buiten gekomen. Het was echt wel een lange droom. Ja, en hoe hebben we dat gedaan om via dat raam naar buiten? Ja, klimmen. Klauteren. Het was op 20 minuten zoeken om weer een goede uitgang. Ja. Dus dat was wel even maar een mooi gebouw. Ik weet niet wat dit geweest is, maar... Ja. Iets van een keuken, ja, zoiets. Ik denk dat dit dan iets van een... Ja. Eetzaal. Ja, iets van een eetzaal. Af en toe was iets van een theaterzaal of zoiets, muziek. Aan de andere kant nog checken mensen, dan gaan we richting het Lost Buildings busje. Kijk, dit is het materiaal wat hier op de grond ligt. Dit is een lege ruimte. Ik ben echt benieuwd wat dit geweest is. Je ziet hier duidelijk, het is wel helemaal leeggehaald, maar ik heb echt zo'n idee van een eetzaal of zoiets, of een muziekzaal. En dit is de keuken geweest. Hé, hey, kijk, keuken, want hier zit een ventilator in. Ja. Dit is echt zo'n keuken typisch muurtje. Ja, kijk, heel groot afzuigen. Precies, ja. Een leeg kamertje dit. Wc's. Dit zijn de wc's? En dit is nog wat slower? Nee. Wat is dit dan? Oh, hier waren ze net ook al. Paul, die gaat er weer uit. Oké, mensen. We hebben echt super veel van het gebied al gehad. En ja, we gaan nu gewoon op naar de uitgang. Ik denk dat dit het wel was. We nemen jullie nou even mee, want ja, misschien vinden we nog wat kleine ingangen. En we gaan sowieso dronebeelden maken, of niet, Paul? Jazeker. Nou, mensen, Paul gaat er overheen. Het is een beetje spannend al beginnen. Mensen zijn. Terug.